Vakantietoeslag. Iedere medewerker krijgt het. Maar niet iedereen krijgt hetzelfde. In deze videotraining laat ik in theorie zien hoe de vakantietoeslag berekend wordt. Voor deze video ga ik uit van de basis-CAO en er zullen dan ook geen specifieke branche-CAO's aan bod komen. Ik reken in mijn voorbeelden telkens met 12 perioden. Het percentage voor de vakantietoeslag stel ik in het algemeen op 8%. In alle voorbeelden die ik laat zien zullen deze uitgangspunten van toepassing zijn. Vakantietoeslag bestaat uit een aantal elementen. Dit zijn de opbouwperiode, de grondslag, de betaalperiode en het percentage. De opbouwperiode is het tijdvak waarover de vakantietoeslag berekend wordt. De grondslag is de basis waarover de vakantietoeslag berekend wordt. Deze grondslag is een telling van looncomponenten waarover de vakantietoeslag betaald moet worden. De betaalperiode vormt het betaalmoment aan de medewerker zelf. En als laatste is er het percentage voor de vakantietoeslag. Deze bepaalt het te betalen bedrag op basis van de eerder genoemde grondslag. Voor de berekening van de vakantietoeslag is het van belang dat de drie onderdelen in de berekening goed begrepen worden. Dit is de soortherrekening. Deze herrekening is van belang wanneer het betaalmoment voor de laatste opbouwperiode ligt. Dit is de methode waarop de grondslag berekend wordt. En dit is de minimummethode die bepaalt of er sprake is van een minimale grondslag. Als eerste wil ik kijken naar verschillende grondslagmethoden die er zijn. Er zijn drie methoden waarmee de grondslag berekend kan worden. Dit zijn de opbouwgrondslag en de grondslag over deze periode. Daarnaast is het mogelijk om bij de grondslag over deze periode uurlonen uit te sluiten. De meest eenvoudige methode voor de grondslagberekening is de opbouwmethode. De betaling van de vakantietoeslag vindt plaats in juni. De grondslag van de vakantietoeslag wordt opgebouwd van juli vorig jaar tot en met juni dit jaar. In dit geval zie je dat als de vakantietoeslag uitbetaald wordt, de volledige grondslag bekend is. Verschuif het moment van uitbetalen echter van juni naar mei, dan ontstaat er een probleem. Over juni zijn namelijk nog geen werkelijke cijfers bekend. In dat geval wordt periode 6 fictief berekend op basis van het vastloon in periode 5. Ik neem je nu mee in een voorbeeldberekening. In dit voorbeeld hebben we een periodeopbouw van juli vorig jaar tot met juni dit jaar. De uitbetaling vindt plaats in juni. In dit geval kan er gerekend worden met de volledig bekende grondslag van bijvoorbeeld 36.000 euro. De berekening is nu eenvoudig. De grondslag van 36.000 euro wordt vermenigvuldigd met het vakantiegeldpercentage. Gaan we nu kijken naar het tweede voorbeeld dat ik heb gegeven, dan zie je een probleem ontstaan. We zien dat de periodeopbouw van juli vorig jaar tot en met juni dit jaar loopt. De uitbetaling vindt echter plaats in mei. Er kan nu dus niet gerekend worden met de volledig bekende grondslag. Tot en met mei is de grondslag bekend van 33.200 euro. Het vastloon in periode 5 is 2800 euro. De berekening van de vakantietoeslag wordt nu opgeknipt in twee delen. Als eerste wordt de bekende grondslag berekend. Hieruit komt een bedrag van 2656 euro vakantietoeslag. Als tweede wordt over periode 6 een fictieve waarde berekend. Dit wordt gedaan over het vastloon van mei. Dit is dus 2800 euro maal 8%. Dat geeft een bedrag van 224 euro. Deze twee uitkomsten worden bij elkaar opgeteld. De medewerker ontvangt hier dus 2880 euro. Om het voorbeeld helder te houden, heb ik niet gerekend met extra loonemolumenten. Extra loonemolumenten verhogen de grondslag voor de vakantietoeslag, maar niet het vastloon over de periode. Aan het eind van de periode vindt er een herrekening plaats, omdat dan alles bekend is. De tweede methode voor de grondslagbepaling is de grondslag deze periode. In dit geval wordt de vakantietoeslag uitbetaald in mei. De opbouw vindt echter plaats van januari tot en met december. Dit betekent dat er over juni tot en met december nog niets bekend is. Omdat er gerekend wordt met de grondslag over deze periode, staat de grondslag vast. Deze periode hoeft niet per se de uitbetalingsperiode te zijn, dit mag ook een andere pijlperiode zijn. Om toch een zo nauwkeurig mogelijke berekening te krijgen, wordt in deze berekening een tweede element toegevoegd. Namelijk het cumulatieve part-time percentage dat al berekend is. Aan het eind van de opbouwperiode vindt er een herrekening plaats, omdat dan alle waarden bekend zijn. Deze herrekening vindt alleen plaats op basis van het part-time percentage. Naast de grondslagopbouwmethode en de grondslag over deze periode is het mogelijk om een mix van deze twee methoden toe te passen. In dit geval worden vastloners berekend over de methode grondslag deze periode, maar omdat het voor uurloners moeilijk toe te passen is, worden uurloners berekend op basis van de grondslagopbouwmethode. Er wordt echter niet gecumuleerd over toekomstige perioden. Dat is ook logisch, omdat dit voor uurloners heel wisselend kan zijn. Aan het eind van de opbouwperiode vindt er een herrekening plaats, omdat dan wel alle waarden bekend zijn. Laten we nu kijken naar een voorbeeldberekening over de methode grondslag deze periode. We zien dat in mei vakantiegeld uitbetaald wordt met een opbouwperiode van januari tot en met december. Omdat er sprake is van een grondslag over deze periode, wordt er voor de waarde van de grondslag gerekend met het vastloon van periode 5.
Het partnerpercentage wordt cumulatief berekend. In dit voorbeeld heeft de medewerker een partnerpercentage van 80%. Voor de toekomstige periode wordt het vastloon van 3500 euro gebruikt. Het partnerpercentage over deze periode wordt gecumuleerd op basis van het laatst bekende partnerpercentage. In dit geval is dat 80% maal 7 periode, dus 560%. Het is belangrijk om te realiseren dat iedere periode gelijkgesteld wordt aan 100%. Bij 12 perioden heb je dus een cumulatief partnerpercentage van 1200%. Eerst wordt de vakantietoeslag berekend over de werkelijk bekende waarde. Dit is het vastloon van 3500 euro, vermenigvuldigd met het cumulatieve partnerpercentage van 400%. Dit geeft een grondslag van 14.000 euro. Over deze grondslag wordt 8% vakantietoeslag berekend. Hierna wordt de fictieve vakantietoeslag berekend over de toekomstige periode. Dit geeft 3500 euro vastloon, maal 560% is 19.600 euro grondslag. Dit, vermenigvuldigd met 8%, wordt 1568 euro. Nadat beide waarden bekend zijn, worden deze bij elkaar opgeteld om het uit te betalen bedrag te bepalen. De medewerker krijgt in mei dus 2688 euro uitbetaald. Komen we aan het eind van de opbouwperiode, dan zien we dat er een herrekening plaatsvindt op basis van het cumulatieve partnerpercentage. In dit geval is de medewerker meer gaan werken en wordt het cumulatieve partnerpercentage dus 1060%. Het is belangrijk om te beseffen dat bij deze methode een eventuele salarisverhoging niet meegenomen wordt in de berekening. De grondslagberekening aan het einde van de opbouwperiode wordt nu dus 3500 euro vastloon, maal 1060% is 37.100 euro. Dit geeft een definitieve vakantietoeslag van 2698 euro. In mei is al 2688 euro uitbetaald. Dit wordt met de uiteindelijke vakantietoeslag verrekend. Er blijft dus een bedrag over van 280 euro. Deze 280 euro wordt in december uitbetaald. Gelukkig wordt de vakantiegeldberekening voor uurloners veel eenvoudiger uitgevoerd. Hier wordt alleen gekeken naar het uurloon en het aantal gewerkte uren. Zoals gezegd vindt er geen fictieve berekening plaats voor toekomstige perioden. Tot en met mei heeft de medewerker 150 uur gewerkt tegen 16 euro per uur. Hiermee komt de grondslag voor de vakantietoeslag op 2400 euro. Deze 2400 euro, vermenigvuldigd met 8% vakantietoeslag, geeft een uit te betalen bedrag van 192 euro. Aan het einde van de opbouwperiode wordt de vakantietoeslag herrekend. In totaal heeft de medewerker 500 uur gewerkt tegen 16 euro per uur. De definitieve vakantietoeslag wordt hiermee dus 640 euro. Omdat er al 192 euro uitbetaald is in mei, krijgt de medewerker in december nog 448 euro uitbetaald. Nu we de grondslagmethode gezien hebben, gaan we dieper in op de methode voor de minimum vakantietoeslag. We kennen drie methoden om de minimale vakantietoeslag te bepalen. Dit zijn geen minimum, eindminimum en periodeminimum. Als je niet wilt dat er rekening gehouden wordt met een minimale grondslag, moet je de methode geen minimum toepassen. Bij deze methode wordt de berekende grondslag altijd als basis gebruikt voor je vakantietoeslagberekening. Wil je wel rekening houden met een minimale grondslag, dan heb je twee methoden tot je beschikking. De eerste methode is de eindminimummethode. Bij deze methode wordt aan het eind van de opbouwperiode bepaald welk cumulatief bedrag bepalend is voor de grondslag van de vakantietoeslag. Als de berekende grondslag hoger is dan de minimumgrondslag, dan wordt de berekende grondslag als basis gesteld voor de vakantietoeslagberekening. Is de berekende grondslag lager dan de minimumgrondslag, dan is de basis de minimumgrondslag. De tweede methode om de minimumgrondslag te vergelijken is de periode-minimummethode. Bij deze methode wordt per periode bepaald welke grondslag leidend is. Per periode wordt dus vergeleken of de minimumgrondslag hoger of lager is dan de berekende grondslag over de periode. Op basis daarvan wordt de grondslag bepaald voor de vakantietoeslag. Is de berekende grondslag hoger, dan wordt dit de basis voor de berekening. Is de berekende grondslag lager dan de minimumgrondslag, dan wordt de minimumgrondslag toegepast. In deze tijdlijn zie je dat er perioden zijn waarbij de berekende grondslag het hoogst is. In dat geval zal de berekende grondslag toegepast worden. In alle andere perioden wordt de minimumgrondslag toegepast. Nu wil ik dieper ingaan op verschillende herrekenmethoden die er zijn. Dit zijn geen herrekening, herrekening op basis van het partnerpercentage en de herrekening op basis van zowel het partnerpercentage als het salaris. Herrekenmethoden zijn nodig als de periode van uitbetalen voor de laatste opbouwperiode ligt. In dat geval kan de vakantietoeslag niet berekend worden op basis van realistische cijfers. Er wordt in dat geval voor de toekomstige periode een fictieve berekening toegepast. Als je geen herrekening toepast, wordt ervan uitgegaan dat de berekende vakantietoeslag correct is. Stel dat de vakantietoeslag betaald wordt in periode 5, maar de opbouwperiode wordt bepaald van periode 1 tot met periode 12. Dan kun je niet voor de volledige opbouwperiode bepalen wat de werkelijke vakantietoeslag moet zijn. Pas je in dat geval geen herrekening toe,
dan zal aan het eind van de opbouwperiode geen herberekening plaatsvinden op basis van de werkelijke cijfers. Pas je alleen herrekening toe op basis van een part-time percentage, dan zal aan het eind van de opbouwperiode alleen het part-time percentage opnieuw bepaald worden. Ook in deze situatie vindt de betaling plaats in mei. De opbouwperiode is ook hier van januari tot en met december. Als je kijkt naar de berekening, dan hoeft er geen probleem te zijn. Je hebt het part-time percentage en de grondslag. Maar omdat je alleen het part-time percentage herrekent, vindt er aan het eind van de opbouwperiode alleen een herrekening plaats op basis van het part-time percentage. De grondslag voor de vakantietoeslag wordt nu buiten beschouwing gelaten. Het is ook mogelijk om zowel het part-time percentage als het salaris te herrekenen. Dan wordt aan het eind van de opbouwperiode zowel de grondslag als het part-time percentage opnieuw bepaald. Wil je weten hoe de vakantietoeslag ingericht en nagerekend moet worden in AFAS Profit? Raadpleeg dan deze afspeellijst.